is in dit geval de tampometer. En bij herhaling gezien uit de bussen wilt u hier bij Gerben aansluiten. En vervolgens over Loon. Zegt over een bos. En best. Dames en heren, het is in de Bond van Muziekgezelschappen nog altijd een hele grote zorg die besteed moet worden aan de drumfanfares en showkorpsen. En toch bij het optreden vanmiddag in deze hal komt alle moed weer boven wanneer wij zien dat de resultaten van de verenigingen toenemen. Dat is geen cliché-uitdrukking die iemand elk jaar opnieuw pleegt, waardoor de kwaliteiten bijna uit de voegen zouden groeien. En dat is een constatering die, denk ik, velen met u hier met me eens kunnen zijn. De drumfanfares, de showkorpsen, het hele gebeuren in de Bossenbond stijgt. En daar zijn wij erg gelukkig mee. En wij danken in ieder die zich daarvoor inspant. En iedereen die zich daar aan meewerkt om dat pijl te verhogen. Het zijn er heel veel, het gaat vaak heel moeilijk. Maar het is geconstateerd en het is aan u te danken voor het werk. En wij zouden willen zeggen, gaat u zo zeker door. Dames en heren, dank. Dank aan de verenigingen die zijn opgetreden. Maar ook dank namens de Bond van Muziekgezelschap op de eerste plaats en de organisatoren hier in Nuenen. De drumfanfare in Nuenen die zich al voor meerdere keren heeft ingezet om een dergelijk concours te organiseren. Om festivals te organiseren, kortom alle activiteiten op het gebied van drumfanfare en showkorpsen. Dank aan alle leden en alle medewerkers en medewerksters van deze drumfanfare die hier in de omgeving zeker toonaangevend is, niet alleen voor wat betreft hun muzikaal optreden, maar ook voor wat de organisatie betreft. Oefening en volharding, alle hartelijk dank voor uw inzet om deze middag te doen slagen. Dames en heren, dank aan onze omroepster die ons vandaag geweldig geassisteerd heeft. U allen correct en uiterst vriendelijk heeft aangekondigd. Hartelijk dank voor uw medewerking. En wanneer we dan toch achter de tafel zijn, dan wil ik zeker, ik heb dat voor het laat gemaakt, maar dat doe ik met een zekere bedoeling. Ik wil dank brengen aan het juryteam van vanmiddag. De heren Krijnsmits als voorzitter, Anna de Vries en Jan de Laat. Hartelijk dank voor uw werk. Dames en heren, dan de uitslagen, de uitreiking aan de festivaldeelnemers van de bescheiden. En dan draai ik me even om en grijp deze grote stapel. En probeer met de twee handen dat een beetje te regelen. Dames en heren, in volgorde van uw programma, hierbij de uitslagen voor de wedstrijddeelnemers en de overige bescheiden voor de festival. En zij namen deel aan de marswedstrijden. Zij behaalden voor het stilstaande werk 144 punten en voor het marcherende werk 144,5. Totaal 288,5 punt en eerste prijs. Vervolgens is opgetreden de drumfanfare Jong Leven uit Gerwen. En dat was een deelnemer in de derde divisie voor het Masfestival. Zoals u weet worden u dan geen punten toegekend, maar wel een kritisch verslag met de waardering voor uw optreden. Dank u wel. Drummer Vios, dus uit Bussum. En zou er bijna mee gaan verwarren, maar ik kom weer bij de junioren voor wat betreft de showwedstrijden. Dat wordt 1 punt totaal toegekend
voor één optreden. En zijn behalen met 296,5 punten. Eerste prijs. Drumgevaren zit Theo Baldes uit Overloo. In de derde divisie, sectie D, in de showwedstrijden heeft u deelgenomen en behaalde het totaal aantal punten van 299, is een eerste prijs. Proficiat. Weer terug naar Bussum. Dat hebben we vanmiddag vaak gedaan. En wanneer dat zo vaak gebeurt, is het misschien gerechtvaardigd, zonder aan welke deelnemende vereniging ook tekort te doen, daar toch een paar extra woorden aan te besteden. Dat zal niemand, denk ik, mij kwalijk nemen. Het is een geweldige vertoning geweest, een optreden, een uitvoering, een muzikaliteit en een discipline van uw vereniging die zeker voorbeeldig is geweest. En bij herhaling heb ik achter de tafel van de juryleden de bewondering mogen horen voor uw optreden en voor uw werk. Het was een voorbeeld voor ons allen en wij hebben heel veel genoten, maar ook heel veel waardering voor het werk wat ervoor gebeurt. Bussum was werkelijk vandaag hier de grote deelnemer met 4 maal optreden. Dat is geen kleinigheid. En wij hadden dan ook voor alweer een map, een uitslag voor opleggen uit Bussum. En dat zijn de marswedstrijden in de eerste divisie. En in die marswedstrijden behaalde drumfanfare van Joost van Bussum voor het eerste werk 152,5 punten. Voor het tweede werk 154,5. Totaal 307 punten, een eerste prijs met promotie. Prinses Marijke, Marcel van den Bos in de tweede divisie deelgenomen aan dat Mars Festival. U heeft de werken, 2 werken uitgevoerd. U weet, er is 1 werk op uw verzoek van beoordeeld. De beoordeling zit hierbij. Wij danken u voor uw optreden en wensen u in de toekomst heel veel succes. Showkorps. De Eendracht uit West. Deelgenomen aan het Showfestival. Zoals u weet, de punten heb ik dan niet, maar wel de waardering voor uw schitterend optreden aan het besluit van deze middag. Waarvoor erkentelijkheid en dank. Succes in de toekomst. Bussum. Ik heb dat ook even tot het laatste bewaard. Dat was voor de invullers van het boekje niet altijd zo makkelijk. Want dan spring je van het een naar het andere. Maar ik wil dat toch doen. Als je hier de vereniging uit Bussum zo opgesteld ziet staan. En gezien hebt wat ze vanmiddag gedaan hebben. Dan nogmaals. Niet denken van nou gaat die Bussum in de hoogte steken. Ik wil alleen maar de waardering overbrengen die ervoor is. En natuurlijk ook voor de anderen, maar het is toch een groot voorbeeld geweest. En als dit dan afgesloten mag worden voor de showband Vios uit Bussum, in de eerste divisie, showwedstrijden, en dat ze dan hier in de hal met z'n allen aanwezig 307,5 punt behalen, dan is dat een eerste prijs met promotie. Uitstekend vanmiddag, getuigen hiervan ook de rapporten en de uitslagen in cijfers. Dan rest mij u namens de organisatie u geluk te wensen
met dit optreden, maar ook geluk te wensen met datgene wat voor u ligt, de naaste toekomst. En wij zeggen u dank voor uw optreden, succes verder, goede voortzetting van dit weekend.